Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Jawel, ik heb mijn tandjes gepoetst. En de vlog is al geüpload, dus er was gisteravond, dat is niet gezeverd hier in Alken, was een hele grote stroompanne. Redelijk wat straten lagen eruit. En dat was gemeld bij Flivius. 23 uur, 35 begonnen de problemen. Waardoor dat ik ook totaal ook geen internet meer had. Ook niet via mobiel. Maar ze wilde ik teksten versturen en al dat ging nog wel. Maar bijvoorbeeld als je een bestand wou versturen of zo, die iets groter was, ja, dat lukte weer al niet. Want ik wou bewijzen doorsturen op Discord dat ik er volledig uit lag. Maar ja, dat ging dus ook dan weer al niet. Omdat van, ja, dat er geen internet is. Geen mobiele internet, geen gewone internet, niks niet werkte hier in Alken. Niks. Dus wat heb je dan gedaan? Ja, gewoon mijn computer afgesloten. En dan, ja, moet ik het zeggen, gaan slapen. Just. Goed dat ik mijn gsm ook nog heb. Wat ik ook altijd doe is elke morgen, ik ga dat heel snel nu doen, want ik ben buiten mijn tijd aan het gaan. Goedemorgen, lieverd. Maak er een leuke dinsdag van. Spreken we. Ik kom rechtstreeks van het werk naar jou toe. XXX. I love you. XXX. Voilà. Verzonden. Dat is dan al naar de eerste. Dan naar de tweede. Goedemorgen, maatje. Laat het een leuke dinsdag worden. Dikke knuffel. Voilà, verzend. Dan nu nog naar ene toe. Goedemorgen, biertje. Laat het een leuke dinsdag worden. Dikke knuffel van. Nee. Voilà, verzend. Dat is nu ook allemaal verzonden. Dat is goed. En ja, dat komt wel goed. Voilà. En nu vertrek ik naar mijn werk toe. Of anders kom ik veel te laat aan op mijn werk. Ja, mijn mesje moet ik ook nog wel mee pakken. Voilà, check. Dat is ook gebeurd. En nu echt asap vertrekken. Oei, nee, ik kan nog niet vertrekken. 812, piep. 812, piep. Piep, piep, piep. Dat ging bijna mijn code. Dat is niet mijn, dat is gewoon mijn gsm-code. Hè. Daar moet je altijd een code op ingeven. Ja. Wat wil ik nu weer al doen? Zien eens. Ja. Lichten uit. Voilà. Oké. Dan gaan we maar eens vertrekken, hè. Oké. Schoentjes aan, perfect. Ja. We zetten de auto niet op de parking. En ik instappen voor te lang vertrekken. En in joef, weg. Zal ik eens voelen hoe het buiten is? Kijk eens, het is zwaar bewolkt buiten. Ja, het is zwaar bewolkt buiten. Maar het is doenbaar. Het is doenbaar buiten. Voilà, sa. En deze gaat weer iets wat money verdienen. It's so funny in my Mitch Mind world. Allee mensen, ik zet even jullie hierop.
Dan kan ik mijn gordel aandoen. Voilà. En dan vertrekken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Hè. Yo. Ja, hallo kikkers. Ik ben nu juist terug thuis aan het komen van mijn werk. En dan ook al ondertussen tijd naar mijn ouders geweest en naar mijn schatje. Die is ook hier. Maar ik ga niet veel doen. Ik ga ook niet blijven slapen vanavond. Hè. Dat klopt, je blijft niet slapen. Dat weet ik. Maar nu eerst mijn chipilatapap eten. Of hoe jullie dat ook noemen. Hè, mensen? Ja, chipilatapap. Pap. Oh, dat was een heel schorse stem. Waarom heb je uw jas op mijn rug? Dat weet ik niet, schat. Ik heb mijn rugzak nog nodig. Ja. Dus nu ga ik mijn eten even insteken voor een half minuutje op te warmen. En dan kan ik gewoon even eten. Nu weet ik wat je zelfs op 1 minuut mag zetten. Uw pizza. Kijk eens wat ik bij heb. Oh, dat moet ik ook nog inhalen. Maar dat wordt pas voor volgende week. Als ik mijn weekgeld terug heb. Maar ik moet mijn laptopspel kunnen nemen. Oké. Want ik heb... ik was naar de winkel geweest met de begeleiding naar de Albert Heijn. Of ik heb daar een halve kaas zo pizza ging maken. Nu? Toen ben ik naar de spaar moeten gaan te voet om dat te gaan halen. Maar ja, daar hadden ze geen lactosevrije kaas, dus nu moet ik een pilke innemen. En ik zit ook te trillen, ik weet niet hoe het komt. Voilà, ik ben al een halve minuut geweest. Ik weet wel hoe dat komt. Door de vermoeidheid. Door de vermoeidheid. En als je het weet, waarom zeg je het? Waarom zeg je dan dat je het niet weet? Ik weet het niet. Dat ik zo moe ben. Ja, dat ik niet weet wat ik zeg. Ja, dat is te merken. Oh, mannetjes. Kijk, ik was zelfs aan 1 begonnen, maar niet opeten. Ja. Ik ben moe. Ja, eet dan. Oké, dan. En ik ga je 1 ding zeggen, mensen. Het is echt een fucking fantastisch weer buiten. Ja. Sarcasme, hè, mensen. Sarcasme. Want met het terugrijden van mijn werk heb ik toch 5 minuutjes even moeten aan de kant staan. Waarom zeggen jullie? Het was een stortvloed van regen. Het was maar 5 minuutjes. En dan kon ik terug vertrekken. Laat me maar 2 minuutjes staan. Oké. Schat. Ja? Ik heb mijn cola bij u laten, dan kan ik zelfs langs u eten. Oké. Voilà. Tot zo. Dus ik ga nu even daar over verder. Dus ik heb dus even aan de kant moeten staan 5 minuutjes voor een stortvloed van regen. Maar na die 5 minuutjes ben ik dan terug vertrokken. Ik heb vandaag bestikkering gedaan van eerst van zakken. Daar verschrok ik me. Zakken. En na die zakken heb ik nog bussen moeten bestikken. En dat ging heel goed vooruit. Goed dat mijn gsm gaat. En wie spoort er u nu weer? Ik weet het niet. Want dat is altijd als je vlogt op iets, hè? Ja, altijd. En ja, daar stoort mij u nu iemand. En dat was... Laura de Soro. En opnieuw, Laura de Soro. Ja, Laura de Soro is goed aan het spammen. Gaan ze de verkeerspark in Hasselt aanpakken van Plopsa? Even kijken. Nee, in te pannen. Ze mogen ook wel eens iets veranderen in Hasseldoor.
Want dat is al jaren en jaren en jaren en jaren en jaren en jaren al hetzelfde. Ik kom zo, hè. Ja. Ja, de verkeerspark in Plosland te Pannen is helemaal omgetoverd tot de buurtpolitie verkeerspark. Wauw. En als ik de foto's moet zien en geloven, ziet het er echt heel mooi uit. Echt heel mooi. Haal hier je rijbewijs. Lol. En wie... Oh my god, echt waar. Van Mossel, wat zijn je toch allemaal bezig? Jullie zijn echt gans Vlaanderen aan het veroveren of wat? Oké, dan. Voor de rest is er niks belangrijks. Even kijken als er nog iets van een headliner is. Ik ga eens refreshen bij Google. Wie is de man achter de oorworm? Als we Europapa draaien op de radio 2, moeten we er altijd een woordje... Puntje, puntje, puntje. Als je zo'n uitbundige set speelt en je publiek toch zo diep kunt raken, dat zegt veel over het type artiest dat je bent. Oké. Okay. Dan is er dan nog iets leuks te vermelden. Deze keer wel een grap. Meulenstebrug staat open. En andere leuke 1 april mobben uit Gent. Eens even kijken. En opstreken.